Les 1. De binnenstad verkennen. Hallo Anna, heb je de laatste tijd de binnenstad van het dorp verkend? Ik heb. Het is zo levendig en vol leven. Ik hou van de sfeer daar. Absoluut. Downtown is een gebied waar de winkels, cafés en galeries geconcentreerd zijn. Ja, ik geniet vooral van de kleine boetiekjes. Ze hebben zulke unieke items. Daar ben ik het mee eens. Het is leuk om unieke stukken te vinden die je nergens anders kunt krijgen. En de plaatselijke cafés zijn geweldig om mensen te kijken onder het genot van een kopje koffie. Zeker. Ik heb vorige week een gezellig café gevonden met de beste gebakjes. Dat klinkt heerlijk. Bieden ze speciale drankjes aan? Ja, ze hebben een fantastische selectie kruidentheeën en luxe lattes. Ik moet het eens bekijken. Hoe zit het met evenementen in het centrum? Zijn er nog aankomende? Elke zaterdag is er een boerenmarkt en ik heb gehoord dat er volgende maand een muziekfestival komt. Dat is spannend. Ik vind het heerlijk om lokale boeren te steunen en te genieten van live muziek. Hier hetzelfde. Het is een geweldige manier om contact te maken met de gemeenschap. We moeten plannen om samen te gaan. Het zou een leuk dagje uit zijn. Absoluut. Ik kijk er naar uit om meer te ontdekken van wat de binnenstad te bieden heeft. Les 2. Menubeheersing. Hallo Anna, ik heb gehoord dat je hebt geprobeerd nieuwe menu-ideeën te bedenken voor je kookkunsten. Ja, dat zou eigenlijk geweldig zijn. Ik heb de laatste tijd moeite met de menu-ideeën. Ik begrijp het helemaal. Aan wat voor gerechten denk je? Ik wil een mix maken van gezonde en geruststellende maaltijden. Maar ik heb bijna geen inspiratie meer. Dat is een goede balans. Heb je overwogen om verschillende keukens te verkennen om ideeën op te doen? Dat is een geweldige suggestie. Ik hou van Italiaans en Mexicaans eten. Ze hebben zoveel smaakvolle opties. Absoluut. Je zou kunnen proberen een gezonde pasta, primavera of verse taco's te maken. Die klinken heerlijk. Ik wilde altijd al zelfgemaakte taco's maken met verse salsa. Dat zou een hit zijn. Je kunt de tappings naar eigen smaak aanpassen. Welke andere gerechten vind je lekker? Ik vind het erg lekker om groenten en eiwitten te wokken. Het is snel en voedzaam. Roerbakken is een fantastische techniek. Heb je geprobeerd te experimenteren met verschillende sausen? Niet echt. Ik hou het meestal bij sojasaus, maar ik zou graag teriyaki of zoetzuur proberen. Die zouden een geweldige smaak toevoegen. Je kunt ook wat kruiden toevoegen voor een extra kick. Dat is een goed idee. Ik zou zeker vaker met specerijen moeten spelen. Het draait allemaal om experimenteren. Misschien kunnen we samen een kooksessie houden en ideeën uitwisselen. Ik vind dat geweldig. Koken met een vriend of vriendin maakt het altijd leuker. Laten we het snel plannen. Zeker. Ik kan niet wachten om te zien wat voor heerlijke creaties ze bedenken. Les 3. Benodigdheden voor de tuin. Hallo Anna. Ik was gisteren in het tuincentrum en ze hadden zoveel gereedschap. Dat klinkt spannend. Wat heb je gezien? Ze hadden verschillende schoppen en harken. Het was moeilijk om te kiezen. Leuk. Met het juiste gereedschap wordt tuinieren een stuk eenvoudiger. Heb je iets nuttigs gevonden? Ja, ik heb een stevige schop meegenomen. Ik denk dat het echt zal helpen bij graven. Geweldige keuze! Schoppen zijn onmisbaar voor elke tuinier. Heb je ook naar handschoenen gezocht? Ik heb het gedaan. Ik zag dat hun handschoenen daar op de plank liggen. Ze hadden verschillende maten en kleuren. Dat is perfect. Goede handschoenen kunnen je handen beschermen en tuinieren aangenamer maken. Absoluut. Ik geef de voorkeur aan handschoenen die dik maar flexibel genoeg zijn om te kunnen bewegen. Daar ben ik het mee eens. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden. Heb je een paar gekregen? Nog niet, maar dat ben ik wel van plan. Ik wil ze eerst uitproberen om te zien welke het beste passen. Slim idee. Het is altijd goed om ze uit te testen. Zijn er nog andere tools die je aandacht trekken? Ze hadden een aantal interessante tuingadgets, zoals ergonomisch handgereedschap. Die zijn geweldig. Ze kunnen de druk op uw polsen verminderen terwijl u werkt. Precies. Ik denk erover terug te gaan om nog een paar spullen voor mijn tuin te kopen. Dat klinkt als een plan. Een goed uitgeruste tuin kan zo de moeite waard zijn. Ik kan niet wachten om te beginnen met planten. Laten we later aantekeningen over onze ervaringen met tenieren vergelijken. Les 4: Betalingsplannen. Hallo Anna, ik was aan het denken over onze recente aankoop. Het is misschien beter om de betaling te splitsen. Dat is een goed idee. Hoe zit het met het splitsen van de betaling in drie termijnen? Precies. Het zou het makkelijker maken om ons budget op die manier te beheren. Zeker. In termijnen betalen kan financiële stress helpen voorkomen. Heb je dat eerder gedaan? Ja, dat heb ik. Het werkte goed voor een nieuwe laptop die ik vorig jaar heb gekocht. Dat klinkt slim. Heeft de winkel specifieke abonnementen aangeboden? Dat hebben ze gedaan. Ze zorgden voor een duidelijk schema zonder extra kosten, wat geweldig was. Dat is belangrijk. Ik zou uiteindelijk niet meer willen betalen dan de oorspronkelijke prijs. Helemaal. Transparantie is cruciaal als het gaat om betalingsplannen. Daar ben ik het mee eens. Het is goed om de voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je akkoord gaat. Ja, ik zorg er altijd voor dat ik alles begrijp wat erbij komt kijken. Overweegt u binnenkort grote aankopen te doen? Ik ben. Ik denk erover na om een nieuwe fiets aan te schaffen, maar die kan behoorlijk duur zijn. Een fiets klinkt leuk. Het splitsen van de betaling zou daar zeker bij kunnen helpen. Precies. Ik ga op zoek naar winkels die afbetalingsplannen aanbieden. Slimme Zet: Het is een geweldige manier om zonder stress van je aankoop te genieten. Les 5: Marketingstrategieën. Hallo Anna, ik heb de laatste tijd veel gelezen over marketing. Dat klinkt interessant. Wat trok je aandacht? Ik vind het een goed idee om strategieën te ontwikkelen om verschillende doelgroepen effectief te bereiken. Absoluut. Het begrijpen van uw doelmarkt is cruciaal. Welke strategieën vond je het meest aantrekkelijk? Ik heb ontdekt dat content marketing heel effectief kan zijn. Het schept vertrouwen en betrekt potentiële klanten. Ja, het verstrekken van waardevolle informatie kan echt een publiek aantrekken. Heb je nagedacht over specifieke inhoudsideeën? Ik was aan het denken om informatieve blogposts of video's te maken met betrekking tot een product. Geweldig idee! Visuele inhoud, zoals video's, kan bijzonder aantrekkelijk zijn. Welke onderwerpen zou je behandelen? Misschien tutorials over het gebruik van het product of getuigenissen van klanten. Dat klinkt perfect. Echte ervaringen kunnen weerklank vinden bij potentiële kopers. Precies. Het draait allemaal om contact met hen op persoonlijk vlak. Welke andere strategieën vind je leuk? Reclame op sociale media is ook effectief, het maakt gerichte campagnes mogelijk op basis van de interesses van gebruikers. Absoluut. Platformen zoals Instagram en Facebook kunnen specifieke demografische gegevens bereiken. Bovendien helpen de analyses die ze bieden om strategieën in de loop van de tijd te verfijnen. Dat is waar. Het analyseren van gegevens kan leiden tot betere besluitvorming voor toekomstige campagnes. Ik vind het geweldig hoe marketing altijd evolueert. Het houdt het spannend. Zeker. Laten we samen over meer ideeën brainstormen. Het zou leuk kunnen zijn om samen te werken. Les 6. Het plezier van lezen. Hallo Anna, ik heb net een fascinerend boek gelezen. En het zette me aan het denken over hoe we verhalen interpreteren. Dat is geweldig. Wat denk je dat dit betekent voor ons als lezers? Ik denk dat het ons helpt om dingen zelf uit te zoeken. Elke lezer neemt iets anders mee. Absoluut. Het is verbazingwekkend hoe elke persoon een uniek perspectief kan hebben op basis van zijn ervaringen. Toch, als ze klaar zijn met lezen, zeggen ze vaak, oh, zo heb ik er nooit over nagedacht. Precies. Het opent nieuwe manieren om de wereld te denken en te begrijpen. Welk boek heb je gelezen? Ik heb net De Alchemist van Paulo Coelho gelezen. Het draait allemaal om het volgen van je dromen. Ik vind dat boek geweldig. Het is zo inspirerend. De reis van zelfontdekking vindt bij veel mensen echt weerklank. Ja, ik vond de lessen over doorzettingsvermogen en luisteren naar je hart heel krachtig. Die thema's zijn universeel. Heb je ooit geprobeerd om lessen uit een boek toe te passen op je leven? Zeker. Ik ben begonnen met het bijhouden van een dagboek om na te denken over mijn doelen, net zoals de hoofdpersoon deed. Dat is een geweldig idee. Een dagboek bijhouden kan helpen om gedachten te verhelderen en de voortgang bij te houden. Precies. Hoe zit het met jou? Heb je een favoriet boek dat je heeft beïnvloed? Pride and Prejudice van Jane Austen is mijn favoriet. Het leerde me hoe belangrijk karakter is boven sociale status. Dat is een klassieker. Het is interessant hoe literatuur maatschappelijke normen kan uitdagen. Ja, het zet ons aan het denken over de wereld om ons heen. Laten we onze favoriete boeken blijven delen. Zeker, elk verhaal dat te lezen kan leiden tot diepere gesprekken en inzichten. Les 7. Bewust eten. Hallo Anna, ik heb de laatste tijd gelezen over bewust eten. Dat is juist. Het gaat erom dat je tijdens het eten aandacht besteedt aan je voedselkeuzes en sensaties. Precies. Het moedigt je aan om van elke hap te genieten in plaats van je maaltijden te haasten. Ik vind dat een geweldig idee. Het kan echt veranderen hoe we ons eten waarderen. Wat heb je erover geleerd? Ik heb ontdekt dat bewustzijn kan helpen om te veel eten te voorkomen. Als je je concentreert op je hongersignalen, eet je precies de juiste hoeveelheid. Dat is logisch. Het is gemakkelijk om die signalen te negeren als we afgeleid zijn. Ja, zoals wanneer we eten terwijl we tv kijken of door onze telefoon scrollen. Juist, heb je technieken geprobeerd om bewust te eten? Ik heb, ik begon door tijdens de maaltijden alle schermen uit te zetten en me alleen op het eten te concentreren. Dat is een goed begin. Het moet je helpen om ten volle te genieten van de smaken en texturen. Zeker. Ik probeer ook langzaam te kouwen en de verschillende smaken te waarderen. Ik zou dat eens moeten proberen. Soms overhaast ik mijn maaltijden en merk ik niet eens wat ik eet. Het is verrassend hoeveel we kunnen missen als we niet aanwezig zijn tijdens de maaltijden. Zeker. Ik denk dat ik me ten doel zal stellen om minstens één keer per dag bewust te eten. Dat klinkt als een goed plan. Het kan na verloop van tijd leiden tot gezondere eetgewoonten. Ja, laten we gaandeweg onze ervaringen en tips delen. Geweldig idee. Ik ben benieuwd hoe het onze relatie met eten verandert. Les 8. Weekend Wonders. Hey Anna, heb je nog spannende plannen voor het weekend? Niet echt. Gewoon wat bijkletsen en thuis ontspannen. Dat klinkt leuk. In welk boek ben je van plan te duiken? Ik begin The Night Circus. Ik heb gehoord dat het magisch en boeiend is. Ik vind dat boek geweldig. De beelden zijn zo levendig. Je zult verdwalen in de wereld die je creëert. Ik kan niet wachten. Hoe zit het met jou? Heb je nog leuke plannen? Ik denk erover om te gaan wandelen als het mooi weer is. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Dat klinkt geweldig. In de natuur zijn is verfrissend. Heb je een favoriete wandelplek? Ja, er is een prachtig pad langs het meer. De uitzichten zijn adembenemend. Dat klinkt perfect. Het moet een geweldige manier zijn om tot rust te komen en te genieten van het landschap. Dat is het echt. Bovendien vind ik het leuk om foto's te maken van de landschappen. Oh, die zou ik graag willen zien. Fotografie voegt een extra laag plezier toe aan wandelingen. Zeker door momenten vast te leggen, kan ik de schoonheid om me heen nog meer waarderen. Daar ben ik het mee eens. Misschien moet ik de volgende keer met je meegaan op een wandeling. Dat zou geweldig zijn. We zouden samen kunnen ontdekken en onze ervaringen kunnen delen. Les 9: Omgaan met verantwoordelijkheden. Hallo Anna, ik heb gehoord dat je nieuwe verantwoordelijkheden op je werk op je neemt. Ja, ik denk het wel, maar je moet ze om meer informatie vragen. Dat is een goed punt. Verwachting en verduidelijken is cruciaal. Voel je je erop voorbereid? Ik denk dat ik het wel aan kan. Ik ben al een tijdje aan het trainen. Dat is geweldig om te horen. Wat voor soort verantwoordelijkheden ga je op je nemen? Ik ga een klein team leiden en projecten overzien. Het is een beetje uitdagend, maar wel spannend. Oh, dat klinkt als een fantastische kans. Hoe ben je van plan je team te leiden? Ik wil me richten op open communicatie en samenwerking. De inbreng van iedereen is waardevol. Dat is een slimme aanpak. Wat als je onderweg voor uitdagingen komt te staan? Ik geloof in het rechtstreeks aanpakken van problemen. Het is belangrijk om problemen als team te bespreken. Absoluut! Teamware kan tot op betere oplossingen leiden. Heb je strategieën in gedachten? Ik denk erover om regelmatig in te checken om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Dat klinkt effectief. Consistente communicatie helpt bij het opbouwen van vertrouwen binnen het team. Ja, ik wil dat ze zich op hun gemak voelen om hun ideeën en zorgen te delen. Dat is een geweldige manier van denken. Ik weet zeker dat je het geweldig zult doen in je nieuwe rol. Les 10 Actualiteiten: Hallo Anna, heb je het nieuws over de recente politieke kwesties in Noord-Amerika gevolgd? Ja, dat heb ik. De situatie is vrij ingewikkeld, vooral met de manier waarop het beleid wordt omgekeerd. Precies. Het is tegenwoordig een groot politiek probleem. Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen voor gemeenschappen. Daar ben ik het mee eens. De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, het onderwijs en zelfs het milieubeleid. Juist. Het is verontrustend hoe snel dingen kunnen veranderen in het politieke landschap. Hebt u specifieke voorbeelden gezien van een omgedraaid beleid? Ja, ik las over wijzigingen in milieuvoorschriften die slechts enkele jaren geleden zijn ingevoerd. Dat is zorgwekkend. Het lijkt erop dat dit lange termijn effecten kan hebben op de inspanningen op het gebied van klimaatverandering. Absoluut. Het roept vragen op over de toekomstige koers van het land. Hoe denk je dat mensen reageren? Velen organiseren protesten en belangengroepen om hun mening en zorgen kenbaar te maken. Dat is bemoedigend. Activisme kan deze kwesties echt onder de aandacht brengen. Ja. Sociale media spelen ook een grote rol bij het mobiliseren van mensen. Zeker, het maakt het mogelijk om snel informatie te delen en evenementen te organiseren. Het is fascinerend hoe technologie invloed heeft op politieke bewegingen van vandaag. Zeker, laten we deze onderwerpen blijven bespreken. Op de hoogte blijven is zo belangrijk. Les 11: De evolutie van voertuigen. Hallo Anna, ik kom fascinerende informatie tegenover vroege voertuigen. Echt, wat heb je ontdekt? Ik heb geleerd dat stoomkoetsen in Engeland werden gebruikt in de jaren 1800. Dat is interessant. Maar ik heb gehoord dat ze behoorlijk groot en omvangrijk waren in vergelijking met de huidige voertuigen. Precies. Ze waren niet erg praktisch voor dagelijks gebruik. Kun je je voorstellen dat je er een rond rijdt? Helemaal niet. Ze moeten veel ruimte op de weg hebben ingenomen. Wat waren enkele van hun kenmerken? Ze werden aangedreven door stoommachines, wat veel onderhoud vergde. Bovendien moesten ze water en brandstof meenemen. Dat klinkt ingewikkeld. Het is verbazingwekkend hoe ver we zijn gekomen met moderne voertuigen. Zeker. De auto's van vandaag zijn veel efficiënter en compacter. Wat vind je van elektrische voertuigen? Ik denk dat ze de toekomst zijn. Ze zijn milieuvriendelijk en hebben vaak lagere gebruikskosten. Absoluut. Bovendien maken technologische ontwikkelingen ze nog aantrekkelijker. Heb je ooit elektrisch gereden? Nog niet, maar ik zou er graag een proberen. Ik heb gehoord dat ze een onmiddellijk koppel hebben, waardoor ze erg leuk zijn om te rijden. Ja, en ze zijn stil, wat een leuke afwisseling is ten opzichte van traditionele motoren. Daar ben ik het mee eens. Het is spannend om na te denken over hoe voertuigen zich zullen blijven ontwikkelen. Zeker. Ik kan niet wachten om te zien welke innovaties er in het verschiet liggen. Laten we dit onderwerp blijven bespreken. Er is zoveel te leren over de geschiedenis van transport. Les 12. Medelevend bestuur. Hallo Anna, ik heb de laatste tijd nagedacht over de rol van de overheid in de samenleving. Dat is een interessant onderwerp. Wat ben je specifiek aan het overwegen? Ik denk dat we een regering nodig hebben die sterk genoeg is om de woorden liefde en mededogen te gebruiken in haar beleid. Absoluut. Compassionate governance kan leiden tot meer inclusieve en ondersteunende gemeenschappen. Precies. Het gaat erom de behoeften van de mensen te begrijpen en ze vriendelijk aan te pakken. Ja, en een slimme overheid zou ook onze edelste bedoelingen omzetten in bruikbare oplossingen. Juist! Beleid moet niet alleen een weerspiegeling zijn van efficiëntie, maar ook van empathie. Heb je hier voorbeelden van gezien? Ik heb. Sommige landen richten zich op sociale welzijnsprogramma's die prioriteit geven aan geestelijke gezondheid en maatschappelijke ondersteuning. Dat is bemoedigend. Het laat zien hoe effectief compassievol beleid kan zijn. Wat denk je dat er nog meer kan worden gedaan? Ik denk dat onderwijs cruciaal is. Toekomstige leiders bijbrengen over empathie kan een samenleving met meer mededogen creëren. Absoluut. Onderwijs kan het begrip bevorderen en de verdeeldheid tussen mensen verminderen. En burgers betrekken bij het besluitvormingsproces kan ook een groot verschil maken. Ja, als mensen zich gehoord voelen, is de kans groter dat ze positief met een overheid omgaan. Het creëert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap. Precies. Laten we blijven pleiten voor mededogen in het bestuur. Het is essentieel voor een betere toekomst. Les 13. Informele Gesprekken. Hallo Anna, heb je gehoord van het nieuwe gemeenschapsevenement dat gesprekken aanmoedigt? Ja, het klinkt als een geweldige manier om contact te maken met anderen. Ik vind het geweldig dat je je ook niet hoeft te verkleden. Precies. Studenten komen binnen met T-shirts en jeans, waardoor het heel ontspannen en uitnodigend is. Dat is perfect. Het creëert een comfortabele sfeer waarin mensen gewoon zichzelf kunnen zijn. Ik denk dat dat belangrijk is voor het bevorderen van echte verbindingen. Heb je ooit een soortgelijk evenement bijgewoond? Ik heb. Ik ging naar een vertelavond waar iedereen persoonlijke verhalen deelde. Het was zo boeiend. Dat klinkt geweldig. Storytelling kan mensen echt bij elkaar brengen. Wat was je favoriete verhaal van die avond? Er was een ontroerend verhaal over het overwinnen van uitdagingen. Het inspireerde iedereen in de Kamer. Ik hou van dat soort verhalen. Ze herinneren ons aan onze gedeelde menselijkheid. Wat is volgens jou een goede gespreksaanzet? Ik denk dat het stellen van open vragen goed werkt. Het moedigt diepere discussies aan. Absoluut. Vragen zoals, wat is je favoriete reisbestemming? Kan interessante verhalen oproepen. Ja, bovendien laat het zien dat je oprecht geïnteresseerd bent om de andere persoon te leren kennen. Precies. Ik heb het gevoel dat gesprekken tot onverwachte vriendschappen kunnen leiden. Zeker, je weet nooit met wie je in contact kunt komen tijdens deze evenementen. Laten we er een punt van maken om er samen één bij te wonen. Het zou een leuke ervaring kunnen zijn. Les 14 De kracht van videomarketing Hallo Anna, ik heb de laatste tijd over videomarketing gelezen. Ja, ik geloof dat videomarketing een krachtig hulpmiddel kan zijn voor bedrijven. Absoluut. Het is zeker de moeite waard om tijd en middelen in te investeren. Wat maakt het volgens jou zo effectief? Ik denk dat visuele inhoud veel sneller de aandacht trekt dan tekst. Mensen voelen zich van nature aangetrokken tot video's. Precies. Bovendien kunnen video's emoties en verhalen overbrengen op een manier die andere formaten niet kunnen. Juist, een meeslepend verhaal kan een sterke band met het publiek creëren. Heb je succesvolle voorbeelden gezien? Ja. Ik heb onlangs een video-advertentie gezien waarin een oprecht verhaal over een gezin werd verteld. Het vond echt weerklank bij mij. Dat is de kracht van storytelling: het houdt kijkers betrokken en moedigt hen aan om het te delen. Zeker, het is verbazingwekkend hoe een goede video viraal kan gaan. Welke platforms zijn volgens jou het beste voor videomarketing? Ik geloof dat platforms zoals YouTube en Instagram geweldig zijn om een breed publiek te bereiken. Absoluut. Ze hebben een enorm aantal gebruikers en video's kunnen eenvoudig via sociale media worden gedeeld. Bovendien worden korte video's op TikTok steeds populairder. Ze zijn perfect voor snelle, pakkende content. Ja, het is fascinerend hoe het formaat van video's is geëvolueerd. Wat voor soort videocontent vind je leuk om te maken? Ik vind het leuk om educatieve video's te maken. Het is lonend om kennis te delen en anderen te helpen leren. Dat is geweldig. Ik denk dat er altijd vraag is naar informatieve inhoud. Het toont je expertise aan. Precies. Misschien moeten we eens samenwerken aan een videoproject. Dat klinkt als een fantastisch idee. Laten we eens brainstormen over enkele onderwerpen die we samen kunnen verkennen. Les 15: Nieuwe culturen omarmen. Hallo Anna, ik heb erover nagedacht hoe belangrijk het is om ruimdenkend en nieuwsgierig te zijn wanneer je je aanpast aan een nieuwe cultuur. Absoluut. Ruimdenkend zijn kan de ervaring om jezelf onder te dompelen in een andere cultuur echt verbeteren. Toch, het stelt je in staat nieuwe perspectieven en tradities te waarderen. Hoe kan ik me snel aanpassen aan een nieuwe cultuur? Een goed begin is om de taal te leren, al zijn het maar een paar basiszinnen. Het getuigt van respect en bereidheid om mee te doen. Dat is een goed punt. Taal kan hiëten overbruggen en verbindingen creëren met de lokale bevolking. Precies. Ook kan het proberen van lokale gerechten een leuke manier zijn om de cultuur te ontdekken. Wat denk jij? Daar ben ik het mee eens. Eten spiegelt zoveel over een cultuur. Ik kijk ernaar uit om nieuwe gerechten te proberen. Je moet ook deelnemen aan lokale evenementen of festivals. Het is een fantastische manier om mensen te ontmoeten en uit de eerste hand te leren. Dat klinkt als een geweldig idee. Ik hou van de energie van festivals. Wat kan nog meer helpen? Het respecteren van sociale normen en gebruiken is ook belangrijk. Het helpt je te begrijpen hoe je op de juiste manier kunt communiceren. Dat is waar. Ik heb gehoord dat aanpassingsvermogen en geduld cruciaal zijn bij het omgaan met culturele verschillen. Absoluut. Soms gaat het misschien niet zoals verwacht, maar een positieve ingesteldheid behouden helpt veel. Ik kijk er naar uit om al deze ervaringen te omarmen. Het wordt een geweldige reis. Dat zal het wel zijn. Ik kan niet wachten om alles te horen over je avonturen en de nieuwe dingen die je ontdekt. Bedankt. Ik zal ervoor zorgen dat ik onderweg mijn ervaringen en inzichten deel. Bedankt voor het kijken. Abonneer je, like en deel onze video's en kanalen.